Dubbel boordpatroon rondhaken. Als jullie als allereerste het filmpje kijken, basisketting van stokjes haken, dan heb je dit. Dubbel boordpatroon rondhaken heb je nodig. Meervoud van 4 stokjes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan, als je dat gedaan hebt, gaan we de ronde sluiten. Dus je neemt het begin naar voren en hier heb je de 3 lossen en dan sluit je in de derde losse van die 3. Met een halve vast. Dus je haalt hem door en door. Nou, zo. Nu, ik heb hier een wat kort draadje, maar normaal gesproken kan je hem dan hier mee vastnaaien. Het eerste stokje slaan we over en we gaan in deze beginnen. Dus je draadt hem in naald, van voren naar achter en van achter naar voren om het stokje heen. Draad hem in naald slaan, ophalen en je stokje maken. Dat is het eerste reliëfstokje voor. We hebben het tweede reliëfstokje voor, die zit hier. Dus weer draad om de naald, van voren naar achter en van achter naar voren. Draad om je naald, ophalen en het stokje maken. Dan heb je 2 reliëfstokjes voor. Nu gaan we de reliëfstokjes achter maken. Dus draad om het naald, haaknaald van voren naar achter naar voren en van voren naar achter doorhalen. Draad ophalen, stokje maken. Dat is de eerste reliëfstok achter. En dan nog eentje daarnaast. Draad om je naald van achter naar voren, van voren naar achter. Draad doorhalen en je stokje maken. Dit is dus 1, 2, 3, 4 steken. Heb je de eerste sectie al gehad. Gaan we door naar de volgende. Er zijn 2 reliëfstokjes voor. Draad om je naald van voren naar achter, van achter naar voren, om het stokje heen. Draad omslaan, doorhalen en het stokje maken. Volgende stokje, draad om je naald, van voren naar achter en van achter naar voren, draad omslaan en ophalen en het tweede reliëfstokje voormaken. Nu heb je 2 reliëfstokjes voor gehad, gaan we er weer 2 achter maken. Dus weer draad omslaan om je naald, van achter naar voren, van voren naar achter, draad omslaan en doorhalen en het stokje maken. Dat herhaal je nog 1 keer, draad omslaan. Van achter naar voren, van voren naar achter, draad doorhalen en je stokje maken. Nou, dit herhaal je dus door je hele toer heen, tot je bij het begin bent aangekomen. Ik adviseer je nu om dit stukje even aan elkaar vast te maken. Ik weet hoe de stokjes werken, maar als je nog niet zodanig ervaren bent, maak hem eerst even vast hier in deze lus. Reliëf stokje achter. Als je dat niet doet, gaat hij namelijk trekken en dan kan je met de volgende toer waarschijnlijk je stokje niet meer vinden. Dus vandaar even vastzetten. 1 en hier is nummer 2. Dan zijn we bij het begin aangekomen. Hier was het eerste reliëf stokje voor. En hier is die lus en daar sluiten wij in. Kijk hier. Hier is de lus. Draad omslaan en sluiten met een halve vaste. Volgende toer. Beginnen we gelijk met het reliëfstokje voor. Draad om je naald. Dus weer van voor naar achter, van achter naar voren. Doorhalen. Stokje maken. Draad om je naald. Voor naar achter, van achter naar voren. Draad omslaan, doorhalen en je stokje maken. Nou, hier zie je de 2 achterstokjes. Reliëfstokjes achter. Daar maak je weer 2 reliëfstokjes achter. 1. En nummer 2 zijn weer 2 reliëfstokjes voor. Daar haak je weer 2 reliëfstokjes voor. Twee reliëfstokjes achter. 1. En nummer 2. Hier hebben we 2 reliëfstokjes voor. Daar maken we weer 2 reliëfstokjes voor. 1. 2. En hier zijn we weer bijna aan het begin van de toer. De 2 reliëfstokjes voor. Dat is nummer 1. En hier is nummer 2. Alleen, even opletten, want je ziet hier het lusje lopen. Pak die mee met je reliëfstokjes. Je gaat er omheen en ook om dat ene lusje heen. En
en sluit ze weer in die losse. Zie je, nou zie je niet meer het verschil dat je hier hebt aangehecht. Bij de volgende toer heb je hier weer het lusje, dan pak je die weer mee. Kijk, dan verdwijnt hij eigenlijk onder het reliefstokje achter. Goed, dit blijf je herhalen naar desgewenste hoogte of lengte, hoe je het wil noemen. Als je hem wat verder doorgehaakt hebt, dan komt dat er ongeveer zo uit te zien. Dit is dus een dubbel bochtpatroon rondhaken. Kijk, ik heb hem hier vastgezet met een draadje. Met het begindraad heb ik wat overgehouden. Dan kan je hem gewoon door dat eerste lusje halen en aantrekken. En zo krijg je een dubbel bochtpatroon. Dit was het dubbel bochtpatroon rondhaken en graag tot de volgende keer.